Voorzitter, er gaan heel veel dingen door mij heen. Maar ik zat echt op een gegeven moment, zeker bij die interruptie die de VVD pleegde op de heer Bussoff, te twijfelen tussen, is dit nou ongekend hypocriet of is dit fantastisch nieuws? Voorzitter, om dat toe te lichten, we hebben hier jarenlang gesmeekt soms aan de VVD. Stop met die wanstaltige bureaucratie. Die waanzin die je gedupeerden aandoet met aparte trajecten voor schadeherstel, aparte trajecten voor onveiligheid. Elke keer maar weer nieuwe instituten, nieuwe regels. En elke keer was de VVD die zei, nee hoor, dat gaan we doen, voorzitter. Is dan vandaag, laat ik dan maar hoopvol zijn, is dan vandaag eindelijk het keerpunt? Graag via de voorzitter. Ja, voorzitter, ik laat de kwalificaties bij mevrouw Beckerman. Maar u heeft gehoord wat ik heb gevraagd. En ik heb ook aangegeven wat ik daar heb gezien. En ik zal er heel concreet over zijn. Ik was in Zeerijp en ik heb de stapels brieven gezien. Wat niet per se wil zeggen is dat de lijnen zoals die neergezet zijn verkeerd zijn. Dat heeft de heer Bussoff volgens mij ook gezegd. Maar waar het volgens mij over gaat is hoe komt dat samen in zo'n dorp? Daar zit de crux van waar dit over gaat. En als ik zie dat die stapels brieven, dat de mensen eigenlijk niet eens meer weten naar wie ze brieven moeten antwoorden, brieven terug moeten sturen, wat er gebeurt, zou ook wel pleiten dat er gewoon projectleiders komen in die dorpen die dat samenvoegen en die mensen helpen, zodat op een eenduidige manier versterking en schadeverhandeling, en daar is nu ook verduurzaming bijgekomen, in de praktijk gaat lopen. Dus als u aan mij vraagt, via uw voorzitter, is er hoop ontstaan vandaag? Nou, ik ben nieuw woordvoerder op dit terrein. Ik kijk in die bezoeken niet met mijn ogen dicht in Groningen. Ik ga daarheen om met open ogen en open vizier wat beter kan in de schadeversterking en de schadeverhandeling. Wat ik daaraan kan bijdragen als woordvoerder namens de VVD. En dat zal ik ook niet nalaten, mevrouw Beckerman. Voorzitter, kijk, ik wil altijd heel graag hoopvol zijn. Maar er was ooit een groepeer die tegen mij zei, hoop is uitgestelde teleurstelling in dit dossier. Ik heb ook wel eens op die plek gestaan. Had ik 4 brieven bij me van een gedupeerde. Eentje uit 1999. Waarin ze zeiden, ja, u heeft inderdaad schade. En de volgende brief was, oh nee, toch niet. We gaan het niet uitkeren. En dan kwam er weer een brief die hoop gaf. En weer een brief die daar een streep doorzet. En dat ging zo door. En die mevrouw is nog steeds niet uit haar kapotte huis. 1999. Voorzitter, ik hoop dat die woorden van de VVD nu, die zeggen, ja, ik ben een nieuwe woordvoerder, ik schrik er nu van wat voor puinhopen we daar hebben aangericht. Maar ik wil dan ook wel zaken doen, want woorden zijn goedkoop. Voorzitter, wat betekent dit concreet vandaag? Wij hebben al heel vaak het voorstel gedaan, kom met een aanpak van deur tot deur, vraag aan mensen, wat is u aangedaan door de overheid en hoe gaan we het oplossen? Is de VVD nu om? Gaan we tot zo'n aanpak komen en gaan we die weerzinwekkende bureaucratie die is opgetuigd slopen? Ja, voorzitter, mevrouw Beckerman gebruikt hele grote woorden als om en eindelijk. En nou, ik heel veel woorden gebruik mevrouw Beckerman, maar zoals mevrouw Beckerman mij ook kent, we staan hier vandaag voor de Groningers. We staan hier vandaag om een besluit te nemen om het gasveld definitief te sluiten. We zullen nog vaak, denk ik, met elkaar praten over, gaat de schadeherstel en de versterking en de verduurzaming die er ook bij gekomen is, gaat dat snel genoeg? En dat heb ik in het commissiedebat ook al gezegd, ik zal er alles aan doen om dat sneller en effectiever te laten verlopen. En wat daarvoor nodig is, als daarvoor nodig is dat we in de praktijk ervoor zorgen dat er één aanspreekpunt komt per 300 huizen, 200 huizen, 150 huizen, om ook de verschillen die er zijn voor die mensen te kunnen oplossen, om de brieven te kunnen, om ervoor te zorgen dat de brieven die de mensen thuis krijgen, om die verstaanbaar te maken, om ervoor te zorgen dat er meer snelheid komt. Ja, we kunnen daar met elkaar prima het debat over voeren. Maar wel, en dat is echt wat anders dan dat we gaan hebben over hoofdstructuren die er zijn. Wij moeten het verschil maken voor de mensen te plaatsen. En ik zie aan uw mimiek, via u voorzitter, dat u dus heeft van, jee, wat is dit? Ik kijk als VVD, we kijken vooruit. We moeten vooruit kijken. We moeten die mensen helpen. En dat is de reden waarom ik dit pleidooi hou. Omdat ik in de praktijk heb gezien dat het beter kan. En mijn motivatie daarvoor, via u voorzitter, is om ervoor te zorgen dat niet 65 cent van elke euro naar de organisaties gaat.
Maar dat we ervoor zorgen dat het proces effectiever wordt en dat er meer geld naar de Groningers gaat. Dat het sneller gaat en dat mensen het goed kunnen meemaken en begrijpen. Ja, voorzitter, kijk, ik snap het ook, hè, als een nieuw woordvoerder zegt, joh, ik zie dit. Maar ik snap de heer De Groot ook waarom ik die grote woorden gebruik. Want er was een parlementaire enquête nodig om recht te doen aan Groningen. Het zwaarste middel was nodig om dit bloot te leggen. En zelfs na die parlementaire enquête vroegen wij opnieuw, stop met die bureaucratische waanzin. Stop met mensen helemaal gek maken met weer nieuwe regels, weer brieven, weer nieuwe regels, weer een nieuw instituut. En nog steeds zei de VVD nee. Voorzitter, ik dank de woordvoerder, maar ik hoop ook dat hij snapt waarom er zulke grote woorden en zulke emoties in dit debat zitten. Ik ga proberen om hier een voorstel op te maken, want laat dan inderdaad vandaag dat keerpunt zijn, omdat u ook heeft gezien in Groningen wat hier is aangericht. En dat moet wat ons betreft echt die deur aan deur aanpak zijn, die ook door de commissie van Geel is voorgesteld en waar we nog steeds wachten op de reactie van het kabinet. Dus nogmaals de vraag, snapt de heer De Groot, vraag via de voorzitter, waarom dit zo zwaar ligt en waarom het nodig is om nu dat advies van de commissie van Geel uit te voeren?